Vrienden, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ben een beetje officieel klaar met dat grensoverschrijdend. Ja, ik haal mijn schouders op en ik zet er gewoon een streep door. En dat komt allemaal door dat hele woke en die watjesgeneratie. Of generaties misschien wel. Ja, bij de Voice, dat begrijp ik. Ja, daar was wel het een en ander aan de hand. Ja, kijk als het te maken heeft met verkrachting of aanranding. Zeg maar dat je je gewoon seksueel volkomen misdraagt. Dan oké. Dat moet aangepakt worden, dat snap ik. Maar alles daartussenin, hè, want nu is er dan weer zo'n rapport uitgekomen, daar bij de Tweede Kamer. Ja, en daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Dan hebben we het weer over negeren, intimideren, buitensluiten, pesten, allemaal die. Ja, maar vrienden, zo zit het leven toch in elkaar. Zo gaat het toch. Als we van elk bedrijf. Ik bedoel, ik wil alleen maar dit zeggen. We hebben toch al slachtoffers genoeg gemaakt. Toch, eigenlijk, ja. Kijk, Ariep, hup, weg ermee. Matthijs van Nieuwkerk, hup, weg ermee. Tom Egbers, al die gasten bij Studio Sport, ook allemaal weg. Die Nederlandse, weet ik veel, allemaal weg. Dat zijn allemaal mensen die, ja, Mark Overmars, weg. Allemaal. Hebben we niet al genoeg slachtoffers gemaakt? En als je nou van elk bedrijf, dat wou ik net zeggen, van elk bedrijf in Nederland een rapport zou laten maken, van elk instituut, van alles en iedereen, dan krijg je toch alleen maar dit soort ellende naar boven. En dan komen er natuurlijk alleen maar mensen met klachten, met vervelendigheid, met dit en dat. Maar dat is dan toch niet te voorkomen. Dat zo zit het toch in elkaar. Als je toch met elkaar werkt. Ja, dan zal er toch. En dan loopt een smakelijke dame. Dan zullen er toch een aantal gasten. Die gaan toch iets proberen. Die gaan toch iets ondernemen. En dat snapt die smakelijke dame toch ook wel. Die denkt dan ook van. Nou, er zal er wel eentje komen. Ja, daar is die dan. Nou, en dan weet zij heus wel hoe ze daarmee om moet gaan. Ja. En dan zijn er natuurlijk smakelijke dames die daar misschien trek in hebben. En er zijn smakelijke dames die daar geen trek in hebben. Ja, zo werkt dat dan in het leven. Ja, en als er eentje altijd maar elke ochtend stevast te laat komt. Ja, en je irriteert je daaraan. En iedereen op de afdeling irriteert zich daaraan. Dan op een gegeven moment, ja, dan krijg je een hele ongezellige situatie. Ja. En dan kan het wel eventjes ontploffen, ja. En dan kan je wel eens even een volle lading krijgen. En ja, en is dat dan grensoverschrijdend? En zo gaan we maar door. Zo gaat het maar verder. En dan gaan we dat toch niet allemaal in rapportjes onderbrengen. En allemaal maar opschrijven. En mensen zwart maken en carrières naar de knoppen helpen. En mensen cancelen. Dat kan toch allemaal niet, vrienden? Nee. Dus, ik zou willen zeggen tegen de woke afdeling en die hele watjes generatie. Hou je mee op.